kon bij een filmpje van de hulpjuf rekenen aftrekken boven de 1000. Je hebt in vorige filmpjes geleerd dat we eenheden hebben. Kijk, die kleine blokjes gebruiken wij daarvoor. En dat 10 eenheden samen kunnen voegen in een tiental. Weet je nog? En 10 tientallen kun je weer samenbrengen in een honderdtal. Kijk, een schijf van 100. En als ik nu 10 van die schijven van 100 op elkaar stapel, dan krijg ik een kubus van 1000. Zie je dat? En als je met grote getallen zou werken en blokjes, dan vind je het natuurlijk veel makkelijker om, als je met duizendtallen werkt, van die grote kubussen te pakken in plaats van iedere keer al die schijven van 100 te tellen. Het maakt het ook een beetje inzichtelijk voor jou om te kijken hoe het is opgebouwd. Wij gaan niet met blokjes werken, wij gaan straks het onder elkaar zetten. Zoals we dat ook bij de sommen hiervoor hebben gedaan. Kijk maar. We gaan nu door. En ik laat je nog één keer een plaatje zien met een getal. Dus 1235. Er zit een 1000 in, hè, dus die kubus. Daar zitten 200-tallen in. Geef ik nu even aan met die schijf. Er zitten 3 tientallen in. Eventjes met de tientalschijfstaafjes. En 5 eenheden. Zie je dat? Nu zie je het hier, maar dan met een getal. Weer 1000, hè, het paarse getal is 1000. Het groene getal, dat zijn de honderdtallen, dat zijn er 2, dus het is eigenlijk 200. De rode 3, dat zijn er 30. En de blauwe 5 en 5 eenheden. Je snapt misschien dat het heel belangrijk is om ieder getal altijd in de goede kolom te schrijven. Want als ik de 2 van de honderdtallen ineens in de kolom van de tientallen ga schrijven, dan ga ik iets heel anders optellen. Dus hier laat ik zien hoe je dat goed in een kolommetje onder elkaar zet. Je ziet hier kolom eenheden, tientallen, honderdtallen en duizendtallen. En daar heb ik het getal weer ingezet. Zie je dat? 1 duizendtal, 2 honderdtallen, 3 tientallen en 5 eenheden. Nu gaan we een som doen. Let maar op. 2653, zie je dat? Min 1897. Wat moet ik nou toch doen? Ik zet het in ieder geval goed onder elkaar. En het allerbelangrijkste is dat je altijd het grote getal bovenaan zet. Kijk maar. 2653 zet ik bovenaan. En daaronder zet ik de 1897. Streep eronder, minteken erbij en dan kunnen we gaan rekenen. We beginnen altijd rechtsboven, dus bij de eenheden. Kijk maar. 3 min 7. Hoeveel zou dat nou zijn? Kan dat eigenlijk, 3 min 7? Nee hè, dat hebben we al geleerd in vorige filmpjes of dat weet je al van school. Dat kan niet, dus ik moet gaan lenen. Buurman, mag ik een tientje lenen? Ja hoor, zegt de buurman, jij mag een tientje lenen. En hij geeft mij een tientje, maar ik maak er 10 eenheden van. Dus die 3, die verandert in een 13. En die 5 tientallen bij de buurman, die worden natuurlijk meteen doorgestreept, want dat worden er 4. Dat moet je meteen doen, want als je het vergeet, dan raak je in de war. Ja? Kijk maar. Hier zie je het nog een keertje. Even bij de buurman lenen. De 3 wordt doorgestreept. Dat worden er 13. De 7 gaan eraf. Maar ik streep ook die 5 door bij de buurman. En dat worden er 4. Dan gaan we rekenen. 13 min 7 weet je waarschijnlijk wel, hè? Precies, dat is 6. Ja. Dan gaan we nu naar de kolom van de tientallen. 4 min 9. Dat kan ook niet, hè? Dus ik moet weer aankloppen, maar dit keer bij de honderdtallen. Buurman, mag ik een honderdtal lenen? Maar natuurlijk. En dat honderdtal, die schijf van 100, die zet ik om in 10 tientallen. Dus in de kolom van de tientallen komen er ook 10 bij. Dus dat wordt 14. En 14 min 9, kijk maar eventjes. Dat is 5, precies. Nu gaan we weer een kolom verder. En we komen bij de honderdtallen terecht, de groene kolom. Zie je dat?
Ik had die 6 al doorgestreept en daar had ik 5 van gemaakt. Dus er staat 5 min 8. Maar ook dat kan niet, hè? Nee, dus ik moet weer gaan lenen bij de buren. Klop ik weer aan. Buurman, mag ik een duizendtal lenen? Ja, natuurlijk. En er komen 10 honderdtallen bij. Dus 10 van deze schijven komen in de kolom van de honderdtallen erbij. Het worden er 15. En 15 honderdtallen min 8 honderdtallen, nou dat weet jij vast wel, hè? Precies, dat zijn 7 honderdtallen. Het duizendtal heb ik al weggestreept. Die 2, daar heb ik een 1 van gemaakt. Zie je dat? En 1 min 1, dat is 0, hè? Dus uiteindelijk is de oplossing van deze som is 756. Zie je dat? Kijk, snap je dat? Kijk anders nog maar een keer naar dit filmpje. Dit was het filmpje Aftrekken boven de 1000. Succes!